Hoi allemaal! Vandaag is het weer tijd voor een update van hoe het met mij gaat en hoe het met Niels gaat. En ik denk dat het vanaf nu zo ongeveer vooral over Niels gaat en niet zozeer meer over mij. Want ja, weet je, het blijft een beetje stabiel. Niels is nu 8 maanden en 2 weken. Zeg ik dat goed? Ja, volgens mij wel 8 maanden en 2 weken. En, sorry, dat is kriebelig. 8 maanden en 2 weken. Dus dat wil zeggen dat ik bijna 9 maanden op 9 maanden af was. Nou goed, ik heb al eerder gezegd, ik reken eigenlijk vanaf stop met borstvoeding. Ik heb niet het gevoel dat er enorm veel verschil is. Nu versus een week of wat geleden. Het is gewoon, ja. Het is een beetje hetzelfde. Mijn lichaam is nog niet te oude. Alhoewel ik wel merk dat ik weer iets meer spierkracht, iets meer spier begin te krijgen. Maar goed, ja, het is nog niet zeg maar, de kracht of zo die ik normaal had. Ik merk ook wel bijvoorbeeld, ik zie gewoon hier dit soort dingen, weet je, dat had ik gewoon niet echt meer. En ik wil niet zeggen dat ik nou enorm ben aangekomen of afgevallen of dat soort dingen. Maar meer gewoon de contour verandert weer een beetje of zo. De contour begint wel weer iets meer de oude te worden. Maar nog niet helemaal. Nee, dat is volgens mij wat mij betreft, zeg maar. Volgens mij is er voor mij verder niet zoveel nieuws gebeurd. Ja, wat me wel opvalt is dat mijn borsten, heb ik niet het gevoel dat die krimpen, zeg maar, sinds... Ze zijn misschien wel iets gesnonken. In ieder geval, ze zijn verschillend met toen ik zwanger was. Maar daarna heb ik niet het gevoel dat er heel veel veranderd is in de afgelopen maanden. Dus ze zijn nog steeds best wel groot. Ze waren al niet klein. Dus dat merk ik bijvoorbeeld wel in shirtjes zo. Dat ik echt denk, hallo. Maar goed, misschien dat gewoon ook nog wat meer tijd kost. Ik reken gewoon dat ik nu nog een maand of 5 heb. Omdat ik natuurlijk 5 maanden borstvoeding heb gegeven. Ik zit trouwens op mijn slaapkamer, want Niels ligt te slapen. Dus ik dacht, dit is een goed moment om te filmen. Goed, maar als jullie dit zien, is Niels alweer ouder. Want deze komt volgens mij online als ik op vakantie ben. En no worries, er zit iemand in ons huis. Want we kunnen natuurlijk niet mits alleen laten. Niels doet het fantastisch. Hij heeft mama gezegd. Jee. Hij zei op een gegeven moment, mama, papa, mama. Toen dacht ik, top. Maar ik doe nu alleen maar mama. 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 En ik alleen maar... Ik weet niet in hoeverre het al echt serieus bewust is dat hij mij daarmee noemt. Maar het klinkt fantastisch. Dus weet je, maak mij het uit. En het is wel gewoon mama. En dan zit hij weer een tijdje alleen mama. Heel leuk. En dan zeg ik, ja liever, wat is er dan? Nou goed, ik heb niet het idee dat er heel erg connectie verder is. Qua dat hij snapt dat het dus mijn naam is. Maar nee, dus dat is echt super leuk. Was wel een heel, heel leuk moment. Verder klets hij natuurlijk totaal nog niet. Hij tijgert nog steeds als een malle. Hij gaat zich ook heel erg optrekken aan dingen. Hij klautert. Zijn kontje gaat steeds vaker omhoog met zijn beentje eronder. En dan zit hij wel zo heen en weer van oké. Alleen hij heeft nog niet echt de startknop gevonden. Dus het is nog een beetje zo van oké. Nu moet ik vooruit komen, maar dat lukt nog niet helemaal. En hij vindt het ook leuk om te staan, terwijl hij natuurlijk nog niet kan. Dus hij trekt zich meer dus aan dingen op. En, nou, wij hebben net zeg maar, niet helemaal de juiste hoogte voor hem om zich aan op te trekken. Want we hadden vandaag een doos staan en toen trok hij zich daaraan op. En toen kon dat eigenlijk heel goed, maar nu wij hebben eigenlijk steeds net iets te hoge dingen voor hem. Tenminste, gewoon onze meubelen bedoel ik dan. En we hebben bijvoorbeeld ook een loopwagentje wat ook zeg maar is van Woezen en Pup. Waar je ook allemaal Woezen en Pup van allemaal van die klepjes en balletjes en dingetjes. Vindt hij prachtig. Maar nu gaat hij er dus ook optrekken. Maar dat gaat niet helemaal goed. Want dan gaat hij zeg maar achter met het loopwagentje en al. Dus maar goed. Hij is zich zeer aan het ontwikkelen. Het is ook grappig dat nu gaf ik hem bijvoorbeeld van die kleine. Ja, het zijn een soort biologische soort. Nou, het is een tussendoortje. Iets met framboos en vanille of zo van Ella's Kitchen. Dat heb ik altijd in de tas zitten. Dat is niet iets wat hij normaal krijgt. Maar dat is meer als we onderweg zijn. En ik ineens denk, oké, hij heeft nu best wel honger. Dan kan ik dat geven. Maar dat zijn best wel kleine dingetjes. En dan pakt hij dat heel netjes zo vast. Zo, dan zit het in zijn mond.
En verder, hij ja, is gewoon super bewust van de wereld om zich heen. Ik denk ook, hij zit eigenlijk in een, op het kinderdagverblijf in een groep met echt wel iets oudere kinderen. Er zit één ander babytje, maar die zit volgens mij bijna nooit op dezelfde dag. Dus, dus hij speelt eigenlijk vooral met oudere kinderen en wat hij allemaal prachtig vindt. Maar ik denk dat hij daardoor ook bijvoorbeeld het kruipen of zo, dat ziet hij niet echt gebeuren of zo. Dus ik denk dat hij, dat tijger was gewoon van oké, ik moet nu vooruit kunnen komen. Ik weet niet hoe mensen dit doen, maar ik ga gewoon. En dat kruipen, denk ik dat hij heeft niemand zeg maar om echt te observeren van oh, zo werkt kruipen. Ik denk dat dat, nou goed, maar het maakt niet uit, we hebben de tijd. Ik vind nog steeds dat hij gewoon in vrij veel dingen vrij snel is. Maar hij voelt nog geen tandjes. Maar zeg maar, in ontwikkelingsdingen vind ik hem vrij snel. Hij heeft nog geen tandjes. Ik heb ook het idee dat hij nu weer iets meer groeit. Ik heb ook zijn voeding aangepast. Ik probeer nu echt naar 3 hoofdmaaltijden en 2 tussendoortjes te gaan. Zeg maar iets meer te clusteren. In plaats van dat het eigenlijk de hele dag door een soort van eten is. Nou, dat wat het niet was, maar meer gewoon dan weer een beetje melk en dan weer... Haar wel niet. Dan weer een tussendoortje. Dus wat ik nu doe is 's ochtends ontbijten we. Ontbijt hij met pap. En dan om 9:00, 10:00 hangt vanaf wanneer zijn slaapje is fruit. En met wat water. En dan om 11:00 boterham met margarine of met appelstroop of met kindersmeerkaas. Ik geloof dat ze ook een soort vegetarische babysmeerworst of zoiets hebben op het kinderdagverblijf. Ik weet niet, maar zoiets. Of bijvoorbeeld met framboosjes erop. Of nou, dat soort dingen. En dan na die boterham krijgt hij zijn fles. De 180cc. En dan rond 3:00, 4:00 afhankelijk van zijn slaapje. Nog een tussendoortje. En dat is dan een soepstengel. Nou, meestal een soepstengel. Soms iets van een rijstewafeltje. Of een nijntje koekje. Of ja, of nog een keer fruit. Maar meestal een soepstengel. Oh ja, en op kinderdagverblijf ook al vaak yoghurt. En dan nou, gaat hij om 6:00 eten. En dan om 7:30, 7:30, 7:30 de laatste fles. Die laatste fles is nog steeds 240 cc. Die hij nog bijna altijd opdrinkt. Maar hij krijgt ze eigenlijk nog maar 2 flessen. En 1 keer pap, zeg maar, met uiteraard dan aangemaakt met opvolgmelk. Ja, dat werkt eigenlijk wel goed. Het enige waar ik nu nog mee worstel is de slaapjes. Want dat wil ik eigenlijk ook iets meer clusteren. Bijvoorbeeld 2 keer wat langer in plaats van 3 à 4 keer wat korter. Maar dat vind ik lastig omdat ik eigenlijk altijd alleen maar reageer op zijn slaapsignalen. Om dan hem zeg maar in bed te gaan leggen als hij nog niet moe is. Of hem wakker te houden als hij moe is. Dat vind ik nog een beetje lastig. Dus mocht je daar tips voor hebben, laat ze vooral even weten onder in de comments. Want ik weet niet zo goed hoe ik het moet doen. Dus ja. Verder zie ik er misschien een beetje verwilderd uit. Want we zijn net naar een kinderboerderij geweest. Het is zo grappig, want je komt zeg maar met een kind. Kom je op hele andere plekken in je omgeving waar je nooit kwam. Ik bedoel, er zit hier vlakbij een enorme speeltuin. Ik moet even op mijn rug krabben, want ik heb iets van een haar of zo. Ik weet het niet. Iets van een enorme speeltuin zit er. We hebben 2 kinderboerderijen vlak in de buurt. En ook best wel groot allemaal. En, nou, wij wisten allemaal niet van. En we hebben sowieso best wel veel speeltuin in de buurt. Maar terwijl we en best wel gewoon in een. Wij wonen zelf in een appartementencomplex. Waar vooral heel veel. Nou ja, stellen wonen met. Of zeg maar kinderen die al uit huis zijn. Of nog geen kinderen hebben. Vooral dat laatste, zeg maar. De mensen van onze leeftijd. Dus ja, weet je. We hadden het gewoon helemaal niet zo verwacht hier. En daar is het gewoon hartstikke veel. Dus dat is wel leuk. Dus we zijn nu weer naar een andere kinderboerderij geweest. En dat was echt heel schattig. En er waren biggetjes. En dat vond Niels echt prachtig. Dus, en guppies vond hij ook heel mooi. Dus ja, nee, dat is heel leuk. Dat soort dingen kan je natuurlijk ook steeds meer met hem doen. Ik merk wel dat hij gewoon heel graag ook wil kruipen en klimmen en klauteren. En ik merk van mezelf dat ik niet heel relaxed vind. Omdat al gras en zand en zo te doen. Gewoon dat hij echt alles in zijn mond stopt. Wat los en vast zit. Dus dat doe ik dan liever met een groot kleed. En dan kruipt hij er nogal vanaf. Maar dan heb je iets meer grip dan als je in een soort kinderboerderij surrounding. Ik weet het niet. Dus
dat. In ieder geval, dus zijn eetschema is aangepast. Nou, kindermoederij vindt hij fantastisch. Verder, ja, we gaan dus bijna op vakantie. Dus ik ben heel erg aan het denken. Het is maar, ik weet het niet. Ik ben heel erg aan het denken wat we dan allemaal mee moeten nemen voor hem. We zitten een beetje te twijfelen over kinderstoeltje mee. Want hij vindt het heel leuk. We hebben gewoon een IKEA kinderstoeltje. Hij vindt het heel leuk om daarin te zitten. Om daarin te eten. En dan ook gewoon daarna gewoon nog even daar gewoon te zitten. En een beetje rond te kijken. Of in een boekje te kijken. Of gewoon te schreeuwen. Waar hij zin in heeft. Alleen omdat ze ook. Hij is heel erg zijn stem aan het testen. Met schreeuwen. En raar geluiden maken. En ik weet het allemaal niet. Maar goed, in ieder geval. Maar ja, dat is natuurlijk best wel een dingetje om mee te nemen. En je hebt ook van die dingetjes die je aan normale stoelen kan doen. Maar dan zit ze weer wat lager. Dus we zijn nog een beetje aan het zoeken. Dus ik ben ook heel benieuwd wat jullie meenemen als je met je kindje op vakantie gaat. Qua zitgear. We hebben wel een buggy gekocht. We hebben onze kinderwagen, zeg maar, met het wiegbakje en het gewoon zitdingetje. Een Jules hebben we tweedehands gekocht via Marktplaats. Maar een buggy wilden we wel gewoon nieuw. Want dat zei mijn moeder ooit van met zo'n kinderwagen, zeg maar zo'n wiegding, doe je niet zo lang. Maar zo'n buggy die neem je overal mee naartoe. En daar ga je gewoon nog jaren plezier van hebben. Dus die kan je beter nieuw kopen. En so we did. We hebben een Coolsta gekocht. En dat is vooral omdat Sven gewoon heel lang is. En alle andere dingen zijn eigenlijk te laag. Daar loopt hij een beetje gekromd achter. Dus we waren eigenlijk al vrij zo over uit dat we een Coolsta wilden. En ja, we hebben een of andere limited edition denim, ik weet het niet, genomen. Maar dat was vooral omdat we de handgreepjes daarvan heel fijn vonden. En dat was de enige die dat had. En een Coolstra. Dus wij dachten, top, dan nemen we die. En we wilden ook niet al te donker. Omdat we hem natuurlijk ook mee gaan nemen in Italië. En, oh, we gaan naar Italië vakantie trouwens. Naar het Gardameer. En we wilden daar ook niet al te met een zwart of een donkergrijs. Maar deze is wat lichter. En dat is toch, het voelt in ieder geval luchtiger. Voor je gevoel. Dus dat. Na de vakantie zetten we het zitje op de fiets. We hebben er al één. We hebben een Jep genomen. Ten eerste vond ik die het mooiste. Ten tweede kwam het zo goed uit de test van de Consumentenbond. Niet als beste. Volgens mij dit keer. Maar volgens mij eerder wel. Maar goed, pin me er niet op vast. Maar ze hebben gewoon een aantal voordelen. Die ik zwaar vond wegen. Los van dat ik ze er mooier uit vind zien. Maar dat gaan we na de vakantie doen. Want hij kan wel zitten. Hij kan ook zichzelf. Kan hij soms gewoon ook zelf zichzelf, zeg maar, naar zit brengen. Maar ja, er wordt toch wel echt aangeraden om het vanaf 9 maanden te doen. Dus zeker voor het onzekere doen we het pas als we terug zijn. Er was net nog iets waarvan ik dacht, oh, dat moet ik nog even zeggen. Ik weet het niet meer. Oh, wij koken trouwens. Wij koken 1 keer in de week. Sven kookt 1 keer in de week al zijn hapjes voor de hele week, zeg maar, zijn avondeten. En we gebruiken er 2 boekjes voor. 1 klein boekje waarin hapjes staan. Ik weet even niet hoe het heet. Het voor Sinterklaas gekregen. Ik weet niet hoe het heet. Maar die andere is Opper de Pop, het boek van Albert Heijn. Ik heb hem al eerder laten zien, maar we gebruiken hem dus echt nog steeds. Nou, praktisch elke week om hapjes uit te maken. En Niels vindt het allemaal lekker. Dus dat is ook wel. Ja, oh ja, dat wilde ik zeggen. Ja, dat Niels nu ook af en toe ineens gaat huilen omdat hem iets niet aanstaat. Nou, daar ben ik dus helemaal. Zoals je bijvoorbeeld. Als hij ergens niet aan mag komen of zo. En dan. Nou, het duurt meestal 2 tellen. Maar daar gaan we dus niet aan beginnen. En dat is wel grappig. Want dan merk je. Dan moet je natuurlijk gaan opvoeden. En dan merk je ook een beetje hoe je daarin bent. En. Ik ben heel erg van, als hij bijvoorbeeld huilt omdat hij verdrietig is of zo, dat is prima. En dat vind ik ook heel belangrijk, je moet je gevoelens uiten. Maar als hij, zeg maar, gewoon, als ik zeg dat hij iets niet mag en hij gaat dan huilen, nee, daar gaan we niet aan beginnen. Dus ik ben heel benieuwd of ik dat ook volhoud, maar dat is wel wat ik nu een beetje merk. Verder, ja, dus vakantie. Ja, dat wordt natuurlijk een hele volksverhuizing. We rijden heen, doen we er echt wel lang over. We doen 2 tussenstops. Eentje in de buurt van Stuttgart en eentje in Oostenrijk. En die Oostenrijk is eigenlijk, geloof ik, iets van 2-3 uurtjes rijden van Stuttgart. Dan zijn we gewoon een hele dag in Oostenrijk. En ze wilden dat graag een dagje in de bergen. Nou, prima. We dachten dus ook gewoon wel relaxed met hem. Want het zijn natuurlijk best wel einde. En terug doen we met 1 tussenstop. En ik ben wel heel benieuwd ook naar jullie ervaring met rijden.
Achteraf dacht ik, we hadden ook wel 's nachts kunnen gaan rijden misschien met hem. Dat was misschien ook wel relaxed geweest. Maar wat ik daar het nadeel aan vind, is dat je dan allebei dus 's nachts eigenlijk niet geslapen hebt. En dan moet je wel, en hij wel, dus je moet, en dan ben je de rest van de dag weer zo dwel. Dus dat is het enige. Maar goed, nu gaan we het gewoon heel relaxed doen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. En zo mooi, we hebben een auto met een achterklep. Als je die openklapt, dan is het ook tevens een soort verschoontafel voor Niels. Dat is heel praktisch. We hebben hem niet op uitgekozen, maar het is toch een leuke functie. En verder, ja, verder niet zoveel, geloof ik. Het gaat gewoon heel goed met hem. Het is gewoon een heerlijk mannetje. Hij heeft hele rustige dagen en hele drukke dagen en alles tussenin. Maar over het algemeen is het een heel rustig, tevreden, blij mensje. En dat wordt het wel echt een mensje. Oh, dat is ook wel. Dus hij heeft heel veel haar gekregen. Het is echt alsof ik een pokon op heb gestrooid. En zijn berg is weggehaald. Wat van die berg, wat van die soort schilfertjes. Wat volgens mij bijna alle baby's hebben. En hij had dat dus ook. En op zich, een collega. Dat hoeft nou weer niet. Collega's van mij zeiden, dat kan echt nog best wel lang duren. Zij heeft een kindje van 3 die het nog heeft. Maar ik heb het gevoel dat het nu bij hem weg is. Ik zie niks meer. Sinds hij dus ineens een enorme bos heeft gekregen, zit er gewoon zijn hele hoofdhuidje eigenlijk weer helemaal egaal. Dus dat is ook fijn, niet dat hij er verder last van had. Ik vond dat hij een tijdje niet heel erg groeide, maar ik heb nu het gevoel dat hij wel weer groeit. Maar het kan ook zijn dat we een beetje gewisseld zijn met eten. En de ene keer eet hij gewoon heel veel en de andere keer eet hij niet zoveel. Dus ik denk dat het ook een beetje groeispeurtjes zijn. En en dat is het denk ik. Dat is alles voor de update van vandaag. Mocht je nog vragen hebben, laat ze vooral hieronder weten. Ik zou het super leuk vinden als je wilt abonneren als je de filmpjes leuk vindt. Dat kan door hieronder of via het eind van het filmpje op abonneer te klikken. Ik wil je een hele fijne dag wensen en tot snel. Doeg! Eén van. Dit is eigenlijk net een beetje als Chanel Fata Lumière Aqua. Het is echt een super, zoals je hoort, super liquid foundation. Goed schudden voor gebruik en dan breng je hem aan. Het is een heel natuurlijke foundation, maar je kunt hem ook behoorlijk opbouwen.